We zijn vorig jaar, dus echt precies een jaar geleden, bedacht ik van laten we eens op vraag van de ouderen hier gaan jodeboelen. En eigenlijk was het bedoeld als één keer in de maand, een keertje een donderdag. Maar ja, die donderdag waren ze allemaal zo enthousiast en zeiden ze van kunnen we dit niet elke week doen? Dat we eigenlijk nu een jaar lang ook binnen elke donderdagochtend jodeboelen. Ik vind het geweldig. Ja, ik ben het heel leuk gaan vinden. We maken groepen die worden ingedeeld en dan hebben we zo'n bord, rood tegen blauw. En dan kijken we wie de meeste punten heeft. Nou ja, uiteraard wie het eerste, het gaat tot 13 punten. Wie de eerste 13 punten heeft, die hebben we gewonnen. Het is toch geweldig? Ik bedoel, hier gaat het om, hè? Mensen actief bezig zijn, inwoners die elkaar opzoeken. Lekker uit huis komen, een balletje gooien met elkaar, een praatje maken met elkaar. Ja, wat wil je nog meer? En gezelligheid vooral. Ja, mooi, hè? Ik doe ook wel een oproep aan de jonge lui van Houten om dit leuke spel ook eens mee te komen spelen op donderdag. Want het is echt wel heel erg gezellig. Ze zijn hartstikke enthousiast, maar dat merk je ook op zo'n avond. Waar ik met een idee kom van, hey, het lijkt me leuk om ter ere van het eenjarig bestaan een Jeu de Boule by Night te organiseren. Zeggen ze zelf van, oh, maar ik kan dit wel maken, ik kan dit wel regelen, ik neem dit wel mee en ik kom me helpen opbouwen. Nou, zo helpen ze mede een evenement organiseren en dat vind ik heel erg tof.